Yo mensen, hey, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Vooral uw takkenwerk, heel hartelijk welkom. We staan bij deze treurwilg, die hebben we een tijdje geleden helemaal teruggesnoeid. Een kandelaar werd, grote klimklus, veel takken, wat bende wat naar beneden kwam. Maar hij staat weer mooi kaal bij. En toen heb ik je ook verteld van een onderstam die daar nog staat. Dat was natuurlijk gewoon een grote treurwilg die helemaal schuin gezakt was. Hier is die. En de klant heeft zelf met zijn bootje en toen nog twee van zijn vrienden al die takken eraf gezaagd, een stukje stam vanuit die boot met een handzaag, met een kettingzaag, met een ladder er tegenaan en dergelijke. Levensgevaarlijk zou ik zeggen en heel veel werk. Maar hij heeft wel voor elkaar gekregen en hij leeft nog, dus dat is heel goed nieuws. Maar wij zijn hier vandaag om de rest van die onderstam te vellen. Ja, en hoe gaan we dat doen? Er zijn zeg maar grofweg denk ik drie opties. En de eerste optie, dat is de meest simpele optie, dat is gewoon, ik maak een topanker hier in deze treurwilg. En dan ga ik daar in die onderstam klimmen. Ik zaag steeds een plak af van een centimeter of 30. Dan kunnen ze vanuit die boot of met het bootje vervaren of wat dan ook het blok halen. Naar de zijkant komen straks een paar mannen die komen het hout ophalen. Ze helpen mee om dat over het hekje te doen en dan is het hier aan de kant. Dat is helemaal optie 1. Optie 2, die had ik zelf aangedragen, dat is met de vanglijn een stukje stam vastmaken. En dan centimeter of 30 afzagen, dat valt er in het water en dan trek je hem naar de kant. Zeker in de winter is dat wel lekker. Hij krijgt niet van die natte handen. Om hem eruit te halen, zo kun je gewoon aan de touw trekken. Want de touw is ook nat. En de vraag is ook, zeg maar, zeker bij dikkere diameters. Als je dan een pak van 30 centimeter afzaagt, blijft dat touw er dan goed omheen gechoked zitten? Of gaat het in het water los door de klap of wat dan ook? Dus dat is in ieder geval een optie. En de derde optie, dat hebben jullie zelf eigenlijk aangedragen. Twee hadden het aangedragen, die zeggen, als je nou in de top daar een vanglijn plaatst op een katrol of zo. En dan eens even kijken of we dat een beetje kunnen laten zien. Dat was op zich nog wel een aardige optie. Oh, ik stap zomaar over een ander bootje. Daar is een bootje onder, zie je dat? Dan heb je daarboven een vanglijn. Dat is ongeveer boven het hek. Daar maak je een stuk mee vast. Zaag je af en dan zwaait het zo de tuin in, laai je los. En dan ligt het direct in de tuin. Dat is zeker een voordeel, maar zoals je ziet naar de hoek, kun je dat misschien 5 keer doen. En de rest, dan klapt het hier tegen het hek aan. Dus dan moet je het opvangen of met een andere lijn weer tegenhouden. Of zeker als je nog lager bent, klapt het in het water en dan moet je het toch weer uit het water halen. Een hoop gedoe. Gewoon een hoop gedoe. Je moet er omhoog klimmen, ik het allemaal. Dus ik denk dat we toch voor de meest simpele optie gaan. Dat is gewoon topanker maken. In die klimmen gelijk met de 362 en gewoon plakken zagen van 30 centimeter, gewoon eruit trekken met een hark of wat dan ook. En ik denk dat dat de meest simpele optie is, misschien wel het hardste werken, maar goed, ik hoef alleen maar te zagen. Ja, ik ga dus nu even in de treurwilg, ga ik even een topanker plaatsen. Zo, ik sta inmiddels in de treurwilg. Ik hoef natuurlijk niet helemaal naar de top toe, hoe hoger hoe beter, maar we zitten daar denk ik. Ik zit nu al 2 meter boven dat punt. En daar zijn we natuurlijk vrij snel weg. Dus ik denk dat ongeveer waar we nu zijn, dat wel goed is. Bootje is vrij. Je ziet nog een grote tak. Die ligt in het water. De klant heeft gevraagd of we daar misschien toch een klein beetje bij willen helpen om die eruit te halen. Ja, dat is niet mijn probleem eigenlijk. Ik heb dat natuurlijk niet gedaan. Oh. Zo. Hij hangt daar nu over twee takken heen. Dus ik kan nu, het liefst zou ik naar deze kant gaan trouwens. Ik hoef niet helemaal klimlijn eroverheen te halen. Maar ik denk dat ik dat toch maar even ga doen. Zie dat hij is helemaal wel tot de max. Haal nu even de klimlijn eroverheen naar deze kant toe. Ik doe hem even hier achter.
Ja, zullen we hem daar in de zak doen? Ja. Hier komt het uiteinde, ja? Yes. Lekker! Hoppa. Gewoon in één keer. Wat we nu doen is, we gaan de klimsporen aantrekken en dan pakken we een van de zagen. En dan gaan we maar eens wat doen. Ik heb deze twee zagen meegenomen. De 362 en de 661. Ik dacht dat ik alles wel met de 362 kon doen, maar ik denk toch dat deze zagen nog nodig is. Er zijn twee dingen hieraan vervangen. Dat is allereerst de kettingrem. Die is nieuw. En ik heb hier twee nieuwe kraagbouten gemonteerd. Eentje was afgebroken. En dit is eigenlijk al een jaar zo ongeveer. En ik kwam er niet echt aan toe. Ik wilde natuurlijk een video van maken, maar ik dacht, ja, hoe breng je dat goed in beeld? Ik kreeg dat niet helemaal in mijn hoofd. Dus toen heb ik het maar gewoon op een avond en dat was natuurlijk gewoon in 20 minuten klaar. Dus we hebben ook de 362. Ik bedoel de 661 klaarstaan, maar dat is meer voor het ondergedeelte. We gaan starten met de 362. Even warm laten draaien. Een tijdje geleden dat ik hem gebruikt heb. Wil je de klimsporen aangeven, alsjeblieft? Ja, deze gaat even niet. Wil je de zaag pakken?
goed zo, hè? Ja. Ja, het heb... Zo. Het heb ook geen zin om hier 20 van die bokken in het water te hebben liggen, toch? Jij denkt dat het beter is om de een paar eruit te halen? Nou. Ik kan niet zo makkelijk hier varen, maar ik zal wel kijken. Doe je deze? Ja. Eigenlijk bedoel ik zo'n metalen hark, want die is te slap om iets naar binnen te trekken, zeg maar. Ik weet niet of je daar nog kan kijken, zo'n echte tuinhark voor de grond. En misschien kan je... Juist.
nog zo of is dat niet? Nou, liever niet. Ik heb deze eraan laten zitten, ik denk misschien kunnen we hem daar aan pakken. Great success!
uit dat je niet in het water valt. Dan moeten we even met z'n tweeën kijken. Ja, je volgt en dan kom je zo op. Kijk, een tomahawk steek uit het water gevist aan zijn bot. Lekker jongens. Dat is een goede wissel. Er niet meer uit en hier ook niet over eigenlijk, dan breken we volgens mij onze rug ervan. Als het kan dus toch plakjes die tilbaar blijven als het mag, want ja. Anders kost het heel veel tijd om ze, dus deze krijgen we er nu ook niet over. Ja.
Gaat goed zo? Zeker. We hebben hier nog een kleine 2 meter te gaan. Ja, de schijven zijn natuurlijk behoorlijk aan. Kijk, zie je deze scheur erin? Iedere keer als ik aan het zagen ben, dan voel ik ineens zo'n... Ja, het is een heel minuscuul, jullie zien er natuurlijk niks van, maar dan voel ik zo'n hele kleine schok. En dan schrik ik toch een beetje, denk het zal er niet. Het kan toch niet zo zijn dat dit nog omvalt? Of het open scheurt ineens, of weet ik veel wat. Ik heb dat wel eens gehad met een S-door, dat er ineens gewoon die stam gewoon zo... Gewoon echt, nou, misschien wel 5, 10 centimeter ineens uit elkaar klapte. En dan word je zelf ook naar die stam toegetrokken en schrik je helemaal wild. Maar het gaat best wel uitstekend zo.
kijk eens, wordt er eentje binnen geduwd. Er zijn wel een paar te gaan, er liggen daar nog 4, 2, 3, 10, 14. En hier nog een stuk of 3. Dit tophank hebben we nu niet meer nodig. Ik kan hier gewoon een beetje op de kant staan. Denk ik. Een beetje rommelen. Ik haal het er nog niet uit. Stel je voor dat het toch nodig is. Zo. Ik kan het daar even mooi blijven hangen. En dan kan ik hier rustig verder zagen. Ik help ze ook zijn vermees eruit te halen. Kijk, super, ja. Anders heb je, zijn het meer schijven dan dat de jongens straks nog hout van kunnen maken. Oh ja, oké. Okay. Dan kun je nog één schijf vanaf halen of zo. Zagen aanpakken, team? Ja. Kijk, heb je deze bijl hiermee gaan proberen zo'n plak vast te rammen. Zo. En nu kunnen we hem, als het goed is, eruit liften. Oh, bijna. Nog een keer proberen. Zo blijft hij, hoor. Zo. En als je hem hier inslaat, gaat hij er makkelijk uit. Maar hier onder, in het verticale hout, map. Dan... Nou moet het goed gaan. Zo. Oh jee, hij gaat eruit, hij gaat eruit. Nee. Even, hou vast, hou vast. En nu? Ja. Trek. Oh. Oh, nee. Oh nee, de bijl is weg.
Oh shit. Ah. Maar echt in de bak. Ja, hij ligt daar in. Als hij nog even goed vast zit, dan. Hè? Oké, we gaan eens kijken of ik. Wel heeft voor mij een warm water zijn. Juist. Ja, ik kon ze net gewoon uitspringen, maar ontgroen, hè? Dat hoef je in de winter niet te proberen, dit. Zo. Nou, dus we kijken of die squatten van de sportschool geholpen hebben. Ik heb vaak genoeg gedaan op training. Juist. Hebben jullie echt die hark nodig om even bij de kant de hark af te zetten? Nou. Oh ja. Boah. Nee, ik niet, maar dat komt straks nog. Zullen we samen pakken, leg hem erop, hè? Yes. Ja? Lekker. Volgende. Nou heb Fred uit Gouda, die mij wel eens helpt, die heeft zo'n, geen bij me, soort van haak. Oh ja. En ik heb hem daar een keer mee zien werken. En ja, dat gaat natuurlijk nog veel makkelijker in dan dit grote oppervlak. Klein stukje is dat maar. Die pikt hij erin en dan loopt hij gewoon, ja, het ziet er zo makkelijk uit. Dus misschien moet ik zo'n ding maar een keertje kopen. Dat is een kleintje, kom maar. Huppakee, dat doen we zo. Volgende. Komt u maar. Oh jee. Zo, dat is een hele dikke dip. Gaat Bamond dacht even gas geven. Ga je maar even daar liggen. Dan pakken we deze. Ja, lekker. Juist. Oh. Ja, dat gaan we. Oké, nou is de bijl klaar. Oh. Zie je dat? Hij hoeft die andere nog gaan vinden. Oké, de bijl is dus aan zijn einde. Nu gaan we dit touw. Dit is iets zwaarder dan het water, dus je kan dit zo eromheen laten zakken. Even zo doen. Kijk zo. En dan hoop ik, als een choker. Zo. Juist. Huppakee. Ah, lukt wel, lukt wel, lukt wel. Ja, super. Nu pak je deze kant. Ja. Mooi. Top. Heeft geen zin in wat de makkelijkste, hè? Dit is nog wel eerder moet je doen. Ja. Je hebt daar geen last van de platheid. Die moet je omkrijgen. Ja.
Juist. Ja, die ken ik wel. Haal ik de brandstof. Oh ja. Maar die had dus gewoon ook een keer een aluminiumbodem. Nou, doe die dan maar. Ja. Maar daar heb ik wel veel profijt van. Die is wel veel sterker dan. Ja, maar ook alle takjes en zo die in het water liggen. Huppakee. Jongens, het gaat wel lekker. Dit hadden we eerder moeten doen. Hadden we misschien toch dat we het ook nog kunnen doen, hè? Dat we gelijk vast hadden kunnen maken in de boom en gelijk naar de kant kunnen trekken. Misschien voor een volgende keer. Ah, dit is een flinke jongen. Juist, ook geen probleem. Even losmaken. Misschien wel handig. Ja. Goed zo. Is dat de laatste? Nou, ik ga vijf over één keer in de boothuis. Oké. Okay. Die heeft het daar gezellig, want die is gewoon nog helemaal naar binnen. Oh, je bent naar binnen gedreven. Niks zeggen. Uit het oog, weg. Hup. Had ook kunnen, hè? Goed even kijken, want daar ging best ver eigenlijk. Gaat er daar ook nog eentje? Ja. Nee, toch? Ja? Nee, dat weet ik niet. Maar ze gingen net zelf, hè. Maar volgens mij heb je het best wel opgehaald. Volgens mij ook, hè. Oké. En daar hier ligt nog een klein plakje wat hier boven water steekt. Hè? Ja, een halve boom. Yes. Kijken, mijn appie van die spanaar. Ja. Oh, die moet nog even in de lader eigenlijk. Zoals ook bij. Juist. Ja. Dan kan je even op maar die staat in dat hokje. Ja, kijk zo. Heb je? Ja. Is de laatste, of niet? Oh, hij is even in het boothuis. Even kijken, ja. Goed zo, top. Dan is er nog laatste nog daar in het boothuis van de buren. Volgens mij heb je hem gevonden. Ja hoor. Ja. Mooi. En dan gaat het toch allemaal... Soepel. Ja, zo. Ik zei redelijk soepel, ja. Daar hoor ik een auto door dicht. Ja, precies. Nou komen ze ineens het hout halen, zeker. Als alles, ja, als we alles... klaar zijn, dan komen wij hem weer. Als al het werk gedaan is. Een paar weekend hebben. Ja, hoor. Ja? Volk. Hey, kom maar. Lenus. Hallo. Je bent er ook mee? Nee, dat is klein blakje. Je hebt het niet mee. Oh, dat is ook een flink, jongens. Even een beetje naar buiten. Ja. Zo. Goed zo. Nou, hij is al kort en klein. Ja. Nou, snel voor elkaar. Hey, goedemorgen. Yes? Ja. Ik heb hem. Ik niet. Ja, nu wel. Yes? Kan je hem aanpakken? Ja, dat wel. Beetje? Dat is zwaar hoor. Ik gooi hem gewoon wel op deze. Ja, best. Lekker. Keurig. Nou. Nou, dit ging in ieder geval lopen een stuk soepeler dan ik had gedacht. Kijken of we het topanker eruit kunnen halen.
Zo, hij is nu los. Keurig. Zo, die is weer klaar voor gebruik. En dan gaan we even netjes in de tas doen. Toen we aan het zagen waren daar, is wel heel veel klimlijn in het water gekomen. Zeker van het kontje, vanaf hier ongeveer, je ziet ook de kleurverschil. Hopelijk zie je dat. Dus dit is nat, dus gaan we thuis even uithangen. Al het hout ligt op de kant. We hebben behoorlijk zitten tobben met een stuk hout in het water. Wat de klant eerder in het water had gezaagd, had hij toch wel graag dat we even hielpen. De stukken die we eruit hebben gehaald van die plakken zijn echt zware jetsers. En leendert. En leendert. En er zijn nog een paar leenders in die familie, maar deze leendert en leendert. Die komen het hout ophalen. En in plaats van... door midden te zagen, het zijn echt wel zware bonken, of zo mee naar huis te nemen, mappen ze hem hier een keertje door met de klovenbuil. Ik heb geen ervaring met kloven, maar Lene doet het met een Fiskars. Fiskars, ja. Fiskars buil. X25. De Fiskars X25. Nou, misschien heb jij er ook wel ervaring mee. Laat het vooral hieronder weten in de comments, zou ik zeggen. Maar hij werkt hier keurig mee. Maakt even een lijntje. Zie je dat? Kijk, hier zit een zijtak, heeft hier aangezeten. Dus dat is qua kloven echt bijna niet te doen. Dus misschien ga ik deze alsnog wel zagen, maar... Hij gaat toch proberen. De ploeg zit aan deze kant, dus hij probeert hem hier een lijntje te maken en door te zagen. Of door te hakken. Ja. Ja, juist. Het sap, dat spat eruit, hè? Prachtig, hè? We zijn nu nog even bij de waterkant. Het bootje ligt aan de kant. Misschien is het goed om te weten dat de bodem van deze boot is van aluminium. Dus daar kunnen we eigenlijk geen tak aan de onderkant doorheen steken. Dat is wel fijn. We hebben hem daar afgezaagd. Er is nog wel een kant dat daar misschien iets uit gaat groeien. Als dat gebeurt, gewoon ieder jaar even wegknippen, dan gaat dat vanzelf een keertje stoppen. Nu hebben we al het hout wat we vandaag gezaagd hebben en wat er al in lag, uit het water gehaald, in het water gezaagd. Hier over het hekje. Sommige mensen die zeiden ook, haal het hekje weg. Hekje weghalen, alles eruit, hekje terugplaatsen. Maar goed, op deze manier ook geen gedoe. Alles ligt hier nu aan de kant. We hebben dus, van tevoren hadden we drie opties. We hebben nu optie 1 hebben we gedaan. Dus dat is eigenlijk topanker maken. En je hebt gezien wat we gedaan hebben. En we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat misschien gewoon wel de beste manier was om deze klus uit te voeren. Ik had ook een offerte opgevraagd bij een kraanbedrijf. Die kon dan op de weg staan, maar het bereik was 70 meter. En de kraan die ze dan nodig hadden, dat kost een paar duizend euro. Geen optie. Het takelen vanuit de top en dan hier over het hek, of dan wel het hekje weg. Het is allemaal gedoe. Je moet het installeren. Het werkt niet constant, hè, want zeker bij het onderste gedeelte, die kan hier niet overheen. Dan moet je het weer gaan optillen, lieren of wat dan ook. Dus nogmaals, het is allemaal wat. Maar de meest simpele, waar je het minst hoeft na te denken, waar het minst denk ik ook fout kan gaan, hebben we nu gewoon gedaan. Kost wel heel veel energie, maar met z'n allen, ik aan het zagen, Timo en de klant in de boot, die stukken eruit halen, daarna samen eroverheen. Iedereen is constant bezig, alleen we gaan nu lekker nog kloven, dat haardhout afvoeren en dergelijke, gaat weer blijven worden. Dus al met al denk ik dat de conclusie is dat deze klus supergoed gegaan is.
kan ik bevestigen. Ja. Oh, er was trouwens nog een vierde optie. Dat was met een helikopter. Maar ja, dat was helemaal onbetaalbaar. Een drone. Ja. Hey, dan hoor ik natuurlijk graag van jullie. Je hebt natuurlijk meegekeken hoe we dit gedaan hebben. Eerst met de 362 en toen met de 661 die je ook weer heerlijk zaagde. Hoe had jij dat nou aangepakt? Van die drie opties misschien nog wel meer dingen. Of je zegt gewoon, je zaagt hem af en je duwt hem zo die kant op. En als het probleem wegdrijft, dan worden jouw problemen ook vanzelf minder. Misschien, dat zou ook nog kunnen. Hey, maar dat hoor ik hier graag onder. Dus ik hoor graag van jou wat je van deze klus vond, hoe wij het hebben gedaan. En hoe jij dit had aangepakt. Hey, dan wil ik je net als altijd hartelijk bedanken voor het kijken. Doe die duim even omhoog, dat houdt mij gemotiveerd om nog meer filmpjes voor jullie te maken. Leendert en Leendert genieten even van het opruimen. En dan zien wij elkaar een volgende keer weer. Tot ziens! Mooi, ja.